Goedemorgen gemeente. Mooi dat u kijkt naar deze dienst. Namens de kerkenraad van harte welkom. Misschien zit je wel op de bank en ben je een deel van onze gemeente en mis je het net zoals wij, dat je niet gewoon naar de kerk kunt gaan. De bekende gezichten, het samen zingen, bidden, luisteren en kopje koffie na de dienst. Prachtig dat we via internet toch verbonden zijn met elkaar. Samen Kerk van Christus. Juist in deze tijd. De kerkenraad heeft de volgende mededelingen voor u. In deze internetkerkdienst is de voorganger dominee Staat en de organist Arie Heemsbergen. De opnames van deze dienst worden verzorgd door Marco Rustenburg en Gerard Gutter. De liturgische bloemstukken zijn verzorgd door Marijke van Krieken en Geranda Kooijman. Vanaf deze zondag kunt u ook gebruik maken van de Gift-app. Verdere informatie over het gebruik van deze app kunt u vinden op de website van de kerk. Na afloop van de dienst zal een QR-code worden getoond die gebruikt kan worden voor de giften. U kunt ook uw gift overmaken op het rekeningnummer van de diaconie dat na de dienst getoond wordt. Elke werkdag behalve woensdag houdt dominee Staat telefonisch spreekuur van 9 tot 10 uur. En is de kerk open van 11 uur tot 12 uur. Om er op gepaste afstand van elkaar een moment stil te zitten, te bidden of een kaarsje aan te steken. De kinderen kunnen thuis op de website www.creatiefkinderwerk.nl weer leuke verhalen, knutsels en leuke proefjes vinden. De bloemen worden dit keer thuis bezorgd bij Jan-Piet en Jo Koolman Pasveer, Klampfeit 62. We willen God bedanken voor het goede herstel van Jo. Als intochtlied zingen we Psalm 136, vers 1 en 2 en vers 12. Loof de Heer, want Hij is goed. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe. Goedemorgen. Fijn om u te mogen begroeten. Het is goed om te weten dat u ook
vandaag weer deze internetkerkdienst mee wilt beleven. Op deze eerste zondag na het paasfeest staat in heel veel kerken het verhaal centraal van de wandeling die de twee Emmausgangers maakten. Ze hadden niet in de gaten dat ondertussen de Heer Jezus Christus, de opgestane Heer, naast hen liep. Het was alsof ze wandelden met een blinddoek om. Straks meer daarover. Zoals we dat altijd doen, spreken we ook vandaag uit dat we onze hulp verwachten van de Heere God. Hij schiep de hemel en de aarde, is trouw tot in eeuwigheid en laat nooit los het werk van zijn handen. Ik mag u en ook jullie begroeten met liefde en goedheid en vrede uit naam van onze drie enige God, de Vader die boven ons is, de Zoon die naast ons gaat en de Geest die in ons is. Amen. Wij gaan met elkaar zingen het lied Ere zij aan God de Vader. Laten we bidden om een zegen over onze dienst. Hemelse Vader, wat moesten we beginnen met het licht in onze ogen, met de woorden in onze mond, met de gloed van ons hart of met het werk van onze handen, als u er niet zou zijn om het te zegenen. Als u onze inzet en ons werken niet wilde kronen met uw goedheid. Wij danken u hartelijk voor de afgelopen week. En ook al is ons leven in veel opzichten anders dan dat gebruikelijk was, toch hebben we ook nu veel zegen uit uw hand ontvangen. We danken u voor uw nabijheid in alle omstandigheden. Uw belofte dat u met ons meegaat alle dagen geldt ook nu. En we vragen u dat u zo met uw geest ook door deze dienst heen wilt werken, dat we in dat besef worden gesterkt. Dat u naast ons gaat op al onze wegen. Open onze ogen en onze harten daarvoor. Amen. Het bekende verhaal van de Emmausgangers, het blijft altijd weer prachtig om te lezen, ook al kennen we het. Ik lees het met u uit Lucas 24... En als we dat hebben gelezen, dan zingen we met elkaar het lied De Heer is onze reisgenoot. Diezelfde dag, het is nog steeds de eerste paasdag, diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet en 60 stadie, dat is ongeveer 11 kilometer, van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen, waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?
Jezus vroeg hen, wat dan? Ze antwoordden, wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth. Een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. Die engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen, hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond en hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen, maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden, blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De 2 leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Tot zover. Gelukkig zij die het woord van God horen en geloven. Amen. Thank you.
Ja, ik ben even een klein stukje naar voren gekomen, want ik denk eigenlijk dat er thuis ook kinderen zijn. En ik vind het leuk om even met jullie te praten. Jullie zijn 1 keer per jaar jarig. En ik denk dat jullie wel weten op welke dag jij jarig bent. En als je jarig bent, dan vier je hoeveel jaar geleden het is dat je bent geboren. En dan heb ik een vraag voor jullie. Weten jullie waar jullie waren toen je nog niet geboren was? Nou, dat weten jullie wel, hè? Toen zat je in de buik van je moeder. Nou, daar ga ik een verhaaltje over vertellen. Ik weet van een tweeling, 2 meisjes die in de buik van hun moeder zaten. En die hadden het heel gezellig samen. Ze zaten er al bijna 9 maanden in die buik. En ze praten met elkaar zo af en toe. En toen zei een van die meisjes, die zei, ik vind hier zo donker. En ik denk wel eens bij mezelf, er zal toch wel meer zijn dan alleen deze dikke buik waar we samen in zitten. Ik denk dat er buiten iets heel moois is. Nou, zei dat andere meisje, denk je dat echt? Maar ik zie niks, het is toch allemaal donker hier? Ja, maar ze zegt, dat zou toch best kunnen dat er iets buiten is wat we nu nog niet kunnen zien. Wat denk je dan dat er is? Nou, ik denk misschien de zon, of licht, of dieren, of misschien wel een mooi huis om in te wonen. Nou, zei de zusje, ik geloof er niks van. Ik denk echt dat dit alles is. En wie van die 2 meisjes had nu gelijk? Was er nog wat na die buik of niet? 7 jaar later, toen stond de tweeling op het schoolplein. Ja, dat is lang geleden, hè? Toen gingen kinderen nog naar school. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Misschien gebeurt het later nog weer, maar nou is dat even voorbij. Maar ze stonden op het schoolplein te praten. En toen zei dat ene meisje van 7, die ook dacht dat er meer was dan alleen die buik, die zei, ik heb nog eens nagedacht, zei ze tegen de zusje. Ik denk dat er meer is dan alleen dit schoolplein. En meer is dan alleen, ik geloof dat er een hemel is. En ik denk dat God daar is. En Jezus. Nou, zei de zusje, ik kan dat niet geloven, want dan zou je God toch moeten zien. Dan zou je toch ook de hemel moeten zien. En toen zei dat zusje, geloof jij dat je moeder er is? Ja, natuurlijk, zegt dat zusje. Jij gelooft toch ook in je moeder? Ja, maar ze zegt, je ziet je moeder toch helemaal niet? En toch geloof je in haar? Ja, natuurlijk, zei ze. Want ze zal thuis zijn of misschien op haar werk, ik weet het niet, maar ik geloof wel dat ze er is. Nou, zei het andere zusje, zo kunnen wij misschien God niet zien en de Heer Jezus niet en de hemel niet. Maar toch denk ik echt en ik geloof er ook in dat hij er is. Alleen misschien moeten we beter kijken. En wie van die 2 meisjes had nou gelijk, denk jij? Nou, ik ga het daar straks ook in de preek over hebben. En als je zin hebt, dan luister je gewoon mee. En anders ga je maar een mooi werkje doen. We gaan een kinderlied zingen met elkaar. Ik heb, voordat ik hier dominee werd, was ik dominee in Amsterdam en in Zundendorp. En daar is een mevrouw. En die maakt elke zondag, voor elke zondag, een hele mooie vertoning voor op de Beamer met een kinderlied. En die vrouw heet Els Breur en ik mag van haar af en toe ook een liedje van haar laten zien aan jullie. En ik zou zeggen, zing maar mee en kijk mee. De bloemen bloeien, de eerste vogel.
gekruisigd en in het graf gedaan. Maar na drie donkere dagen is hij weer opgestaan. Weet je wel wat Jezus leeft? Jezus leeft, Jezus leeft. Weet je wel wat Jezus leeft? Hij is opgestaan. Weet je wel wat Jezus leeft? Jezus leeft, Jezus leeft. Weet je wel wat Jezus leeft? Hij is opgestaan. Ik ben maar weer achter de spreekstoel gaan staan, of het spreekgestoelte, lieve mensen. Ik ben hier nu een jaar of 8 en een van de eerste dingen die mij van aan dijkers opviel was dat het zulke enthousiaste wandelaars zijn. Over de dijken, door het dorp. Je ziet ze altijd lopen en de laatste maand helemaal natuurlijk. Dat begrijpelijk, want we mogen bijna niks meer. Nou ja, dat is wat overdreven, maar we mogen in elk geval nog wel gelukkig een frisse neus halen en lekker wandelen. En het is ook mooi weer, dus daar genieten we dan van om dat te kunnen doen. En zo liepen er ook twee mensen, van Jeruzalem naar Emmaus. De Emmausgangers, zo noemen we die twee mensen. En Lucas vertelt over hen dat het een wandeling was en het is ongeveer 11 kilometer. Dus als we nu van de gereformeerde kerk wandelen over de dijk naar kasteel Radboud in Medemblik, dan is dat ruim 11 kilometer, dat is ongeveer precies dezelfde afstand, even voor het idee. En omdat ze geen anderhalve meter afstand hoeven te houden, hebben ze een gelegenheid voor een heel geanimeerd gesprek. Het is leuk om je af te vragen wie die twee mannen nu waren, of hoe oud ze waren, of waar ze het allemaal precies over hadden. Lucas vertelt daar niet heel veel van. De naam van de oudste, of in elk geval van één van de twee, die noemt hij Cleopas. En nu las ik bij een oude Griekse kerkvader, die Origenes heet, dat hij ook weet wie die andere man was. Volgens Origenes was dat de zoon van Cleopas. En hij weet ook nog hoe die heette. Hij heette Simeon. Dat is wel een leuke gedachte, dus laten we nou eens aannemen voor de duur van deze overweging dat dat nou waar was. Dus dan lopen daar van Jeruzalem naar Emmaus, of over de dijk, van aan dijk naar Medemblik, lopen daar dus een vader en hun zoon. En die lopen met elkaar te praten. En dat is natuurlijk geweldig. Ik denk dat elke vader dat heel fijn vindt. Om een mooi gesprek te hebben met je kind. En moeders vinden dat natuurlijk net zo goed fijn. En misschien omgekeerd ook wel, hè, dat de kinderen dat mooi vinden om met hun ouders te praten. En in dit geval ging het ook nog een gesprek. In het gesprek over het geloof. Ze had het ook nog over de Bijbel en over Jezus. Nou, dat is helemaal mooi. Als het jou zou lukken als kind om met je vader of je moeder over God te praten. En andersom, hè, met, dat het voor ouders fijn is om in je gezin over Jezus te spreken. En veel ouders die weten wel dat naarmate de lagere schoolleeftijd verder van je vandaan gaat, dat het dan nog moeilijker wordt om dat gesprek over het geloof met elkaar te voeren. In dit geval ging het gesprek over het geloof niet zozeer wat ze samen hebben, maar eigenlijk over het geloof wat ze met elkaar hadden. Want je merkt aan hun gesprek dat ze gaandeweg hun geloof in Jezus begonnen kwijt te raken. Ze waren het verloren. En je zal zeggen, hoe kan dat dan? Nou, ze waren in Jeruzalem geweest en ze hadden Jezus gevolgd. En toen hadden ze Jezus zien sterven aan het kruis. En toen hoorden ze dat hij begraven was en hij lag nu in het graf. Ja, en een dode Jezus. Wat moet je daarmee? En er waren dan wel enkele vrouwen die zeiden dat Jezus was opgestaan, maar zulke dingen bestaan toch niet? Wij hebben afgelopen zondag met elkaar paasfeest gevierd. En u heeft misschien de dienst ook wel gezien en Sursum horen spelen. Ze speelden onder andere Christus onze Heer verrees. Natuurlijk prachtig, maar na een week is het misschien goed om elkaar eens de vraag te stellen.
wat heeft die boodschap nu in ons leven eigenlijk teweeg gebracht? Ik bedoel, wat doet dat nou met je om paasfeest te vieren? En ik denk dat het vaak gebeurt dat ons geloofsleven soms met de Heer Jezus begraven ligt in een graf. Grotendeels. En dat is niet omdat we niks meer geloven, maar dat is omdat in de loop van de jaren er veel van je enthousiasme over de Bijbel en over God wegzakt. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar soms zijn er van die periodes dat het lijkt alsof God niet echt een levende realiteit en een relevante werkelijkheid voor jou is. Dan geloof je in Jezus zoals je eigenlijk ook gelooft in Rembrandt. Natuurlijk prachtig, die schilderijen van Rembrandt. En heel mooi en zo. En kostbaar ook wel. Maar toch iets van vroeger, hè? Iets voor in het museum. En Jezus die is weggestopt in de doos met mooie herinneringen. Aan vroeger. Aan de zondagschool en aan de kinderkerk van vroeger. En ja, je gooit die doos natuurlijk niet weg met herinneringen, maar die staat op zolder, weet je. En dan verlang je er weer naar. En dan denk je, ik wil eigenlijk toch weer echt gelovig zijn. Ik zoek verdieping, vernieuwing. En dan ga je op zoek naar die doos. En dan denk je, waar heb ik hem nou toch liggen? Op zolder. Nou, dat was er gebeurd met die Emmausgangers. Ze waren hem kwijtgeraakt. En daarom waren ze weggegaan uit Jeruzalem. Want ja, daar waren dan de leerlingen en die vrouwen die zeiden dat Jezus leeft. En zij gingen weg. Dus zij gingen op paasmorgen niet meer naar de kerk in Jeruzalem, maar ze gingen naar huis, naar Emmaus. Dus eigenlijk zijn we hier getuigen van de twee eerste kerkverlaters. En dat wilden ze helemaal niet zijn. Ze wilden helemaal niet daar weg eigenlijk. Ze hadden wat graag nog gewoon met de rest van de mensen enthousiast willen geloven. Alleen ze konden het niet meer. Hij is toch in het graf. Ze waren eerlijk. Ze dachten, ja, als ik niet meer geloof, dan ga ik er ook niet meer heen. Daar heb ik eigenlijk wel respect voor. En weet je wat nou zo bijzonder is? Dat nog voor het eind van de dag, dat ze hun geloof weer hadden teruggevonden. En daar wil ik het nou eens met jullie over hebben. Ze hadden de Heer notabene gezien. Springlevend, hij leeft. En hoe kun je nou je geloof terugvinden? Hoe kun je nou je geloof verdiepen? Ik wil jullie een paar suggesties geven. Maar eerst gaan we een lied zingen. De EO heeft de mogelijkheid gegeven aan kerken die gebruik maken van de internetkerkdiensten om de liederen te gebruiken die Nederland Zingt uitzendt. En wij zullen in deze dienst ook straks na het laatste praatje, het tweede praatje, daar gebruik van maken. Nu luisteren we naar het lied Iedereen zoekt u.
Wij zingen straks met elkaar, ook met Nederland Zingt, het lied Zoekend naar Licht. Ja, lieve mensen, ik weet dat veel van jullie een enthousiast geloof hebben. Graag naar de kerk komen, ervan genieten om erover te zingen. En dat is heerlijk als je weet, God is er en ik mag op Jezus Christus rekenen. Maar ik weet ook dat er soms periodes zijn en ook mensen zijn die niet zozeer lijken op die vrouwen die bij het graf waren geweest en vast overtuigd konden zeggen Jezus leeft, maar die misschien meer weg hebben van die twee emmersgangers, die vader en die zoon, die zijn gaan twijfelen en het allemaal zo zeker niet weten. En het bijzondere is dat Jezus ook bij hen is. Hij loopt ook naast twijfelaars. Alleen, ze zien het niet. Het is net of ze met een blinddoek op wandelen en niet voldoende scherp oog hebben voor de diepste realiteit. Hoe kun je nou dat geloof in de Heer terugvinden? Of hoe kun je dat vasthouden? Hoe kun je daarin verdiepen? Laten we eens kijken wat de Heer Jezus, die naast die twee mannen loopt, doet om hen zover te krijgen dat ze hun ogen open doen of dat hun ogen open gaan en ze hem herkennen. Wat gebeurt er in dat gesprek? Dat is best wel apart. Jezus luistert eerst naar ze. Nou, dat is altijd mooi, om naar een verhaal te luisteren. Dus ze mogen zeggen wat ze willen. Al hun twijfels, hun ongeloof, prima. Maar dan zegt Jezus tegen hen, joh, weet je, er is iets mis. Jullie gebruiken je verstand niet. Dat is heel apart dat de Heer dat zegt. Want doorgaans denken wij dat geloven en verstand en wetenschap, dat niet samengaat. Sterker nog, je krijgt het idee dat als je je verstand gebruikt, nou, dan kan je nooit geloven. Maar volgens Jezus is het juist andersom. Als je je verstand gaat gebruiken, dan moet je wel tot de conclusie komen, God is er. Hij zegt, hoe kun je nou zo weinig verstand hebben, dat je, en dan gaat het verder. Mag ik daar eens een voorbeeld over noemen? Hoe belangrijk het is om je verstand te gebruiken, juist als je gelovig wil zijn. Stel je voor, je zet een aap achter een typemachine. Nou, ik heb hier twee boeken meegenomen uit de serie van de Zeven Zussen. Ik weet niet of jullie dat in beeld kunnen zien, dus ik loop maar even om. Nou, er zijn in huis bij ons, is er iemand en die vindt dit dan prachtige boeken. Nou, dat kun je hebben, nietwaar? En stel nou dat ik zou moeten geloven dat deze twee boeken geschreven zijn door een aap die achter die typemachine zit. Nou, dan zou ik zeggen, je kan heel veel geloven, maar dat lijkt mij sterk. Dat een aap, en ook nog in het Nederlands, zo'n keurig boek kan schrijven en ook nog een serie van zeven. Dat geloof ik niet. Als je je verstand gebruikt, dan is het veel rationeler om aan te nemen dat deze twee boeken geschreven zijn door een auteur. En die heeft er best gedaan en die heeft die boeken gemaakt. Nou, zo zijn er ook mensen die willen mij laten geloven dat alle lettertekens, figuurlijk, de atomen waaruit het universum bestaat, dat die ontstaan zijn door een aap achter een typemachine. Dat noemen we dan een oerknal. En door die toevallige oerknal zou zoveel jaren later de logica en de orde van het heelal zijn ontstaan. Terwijl ik denk, als je je verstand gebruikt, is het veel logischer om aan te nemen dat er een architect, een bedenker, een ontwerper is die het hele aardrijk en het universum heeft bedacht en gemaakt, zoals ook een auteur een boek heeft gemaakt en geschreven. Oké, laten we aannemen dat u uw verstand gebruikt en u denkt, ja, er moet toch een God zijn. Maar je kan natuurlijk best geloven dat er een God is. En je kan geloven dat Jezus aan een kruis gestorven is en dat het graf leeg was. Maar het is toch nog iets anders dan dat je de levende Heer ook kent.
En dat je hem ook echt ontmoet. Wat is daar nou voor nodig? Jezus zegt, daarvoor moet je in de Bijbel lezen. Wat ben je onverstandig en traag van begrip, zegt Jezus, dat je niet gelooft alles wat in de profeten is geschreven. En dan begint Jezus bij Mozes en bij Jesaja en dan legt hij alles uit de Bijbel wat betrekking heeft op de Messias. Dus Jezus zegt, als je echt wil leren zien dat God er is, dan moet je de Bijbel lezen. De Bijbel is het middel bij uitstek om God tot je te horen spreken. En ik denk dat als wij God niet ervaren, dat dat komt omdat we gewoon vergeten zijn om elke dag een stukje te lezen in de Bijbel. Ik bedoel, stel je hebt een timmerman in huis. Dan kun je hem toch niet verwijten dat hij zijn werk niet goed doet als hij geen hamer en geen spijkers mag gebruiken. Hoe kun je dan God verwijten dat hij niet tot je spreekt als je de Bijbel niet leest? Nou ja, dit zijn dan de twee zussen, maar ik bedoel dit boek. Je moet de Bijbel lezen. Dat is wat nodig is. En dan is er nog iets wat ik heel bijzonder vind. Dat is tenslotte moet je het wagen. Je moet het durven. Wist je dat? Om in God te geloven. Die mannen, die hadden dus uitleg gekregen uit de Bijbel. En toen werden ze daar best wel enthousiast over. Maar ze hadden nog steeds niet in de gaten wie die man was die naast hen liep. En toch nodigden ze hem uit in hun huis. Dat is een waagstuk. Wonderlijk is dat, hè? En pas toen hij in hun huis was en daar zijn werk mocht doen, broodbreken, toen herkenden ze hem. Dus je moet het durven om Jezus Christus in je leven toe te laten. Hem in je huis te laten. Gewoon kijken wat er gebeurt. En dan zul je tot je verrassing ervaren, het is de Heer. Hij is het. Hij is er ook voor mij. En weet je wat er daarna gebeurde met die twee mannen? Dat vind ik wel het allermooiste. Die kerkverlaters gingen als de wieden weer terug naar Jeruzalem. Waar die vrouwen waren en waar de leerlingen waren. En ze zeiden, we hebben de Heer ook gezien. Och, wat is dat waar, hè? Dat je elkaar nodig hebt om je geloof vast te houden. Juist in deze tijd waarin we niet meer naar de kerk kunnen, voel je hoe belangrijk dat is. En dat we elkaar ook eigenlijk missen. Elkaars bemoediging. Maar zij zochten elkaar op. Nou, nog één gedachte. Ik hoop dat wij spoedig weer gelegenheid hebben om op zondag naar Jeruzalem, naar de kerk te kunnen. En dan moeten we daar gewoon zo lang mogelijk mee doorgaan, want we hebben het nodig. Tot de dag komt dat wij niet meer naar Jeruzalem gaan, maar dan komt Jeruzalem naar ons. Want dat lees ik op de laatste bladzij van de Bijbel, Openbaring 21. Daar staat, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ik zag het hemelse nieuwe Jeruzalem neerdalen uit de hemel bij God vandaan naar de aarde. En zie, God zei, ik zal wonen bij de mensen. Daar is mijn woonplaats. Dat is een prachtige gedachte. Daar zijn we naar op weg. En intussen zullen we het met elkaar moeten doen en met de Bijbel moeten doen en met onze omgang met God en weten dat Jezus naast ons gaat. Maar de tijd komt, dan is Jezus zo dichtbij dat we hem elke dag in het nieuwe Jeruzalem zullen zien. Die tijd komt eraan. Dat ene meisje van de tweeling, die had gelijk. Er is meer. Er is een hemel. En we zullen het ooit allemaal zien. Zeker weten. Amen. Oh,
Laten we samen danken en de Heer ook bidden. Heere God, als wij vanavond buiten staan onder de wijde hemel en we zullen naar boven kijken, zien we miljoenen sterren, grote en kleine. En u heeft ze allemaal bedacht en gemaakt en u houdt ze in uw hand. Uw liefde is zo wijd als de hemel en toch kent u ons allemaal, zoals u alle sterren kent en feilloos voert langs hun banen. Wij bidden dat u ons vertrouwen geeft in u. Dat we u zien, dat u er bent, naast ons gaat, ook als er nevels zijn en wolken en we de zon van uw liefde even niet zien door ziekte of pijn of verdriet of rouw of gemis. Geef dat we toch uw goedheid en grootheid kunnen ontdekken. Geef ons uw licht en schijn door ons heen. Geef ons helderheid van geest, ook in de donkere uren, dat we uw lichtend aangezicht zien en uw vriendelijke ogen ontwaren. Geef dat we u steeds herkennen. We bidden dat we vervolgens ook de kracht krijgen om er te zijn voor elkaar, juist ook in deze moeilijkere periode die we samen door moeten maken. Help ons om minder hebberig te zijn, zodat we des te beter kunnen geven. Help ons om ons minder zorgen te maken, zodat we vaker een glimlach kunnen schenken. Dat we minder haastig zijn, om des te meer te genieten. Help ons om vrede te vinden, zodat we vrede kunnen bewaren. En geluk te ontdekken, zodat we gelukkig kunnen maken. En blijdschap te ondergaan, die aanstekelijk werkt. Help ons, Heer, om uw woord steeds te lezen. Want dat is de manier om u te horen en te ervaren. En om de rijkdom van de geestelijke wereld, van het geestelijk leven, van de omgang met u te ontdekken. Help ons om ook trouw onze handen te vouwen en ze ook uit de mouwen te steken, zodat we kunnen delen wat we van u ontvangen hebben. En geef dat we in uw licht zullen wandelen om alles in een ander licht te zien. Zegent u ons en uw gemeente. Houd ons bij elkaar en bij u in Jezus' naam. Amen. Ik zou nu normaal gesproken de collecte aanbevelen, maar de collecte vindt op een andere manier plaats. U zult straks ook de mogelijkheden in beeld zien. We gaan ons slotlied zingen met Arie, onze organist, die we hartelijk bedanken voor zijn spel. Dank je wel, Karel, dat jij ouderling van dienst wilde zijn. En natuurlijk danken we weer, ja, u ziet ze niet, maar ik zie ze wel, Gerard en Marco, die zorgen voor beeld en geluid. Vervuld van uw zegen, dat is ons laatste lied.
Ik wil al te snel de kerk verlaten, maar niet nadat we ons hebben geopend voor de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u en jullie allemaal. Amen.